Ik hoorde dat de uitzending al begonnen was, dus ik ben nog net op tijd. Ja, de beurzen, hè, de beurzen gaan nog steeds omhoog. De bulls hebben het nog steeds voor het zeggen. We hadden de afgelopen week een kleine hapering. Maar vrijdag was toch wel weer een bullish dag. En ja, het lijkt erop alsof er nog meer bulls aan de horizon gaan verschijnen. Hi, mijn naam is Peter Meijburg van Slimmer met opties.nl. En het lijkt alsof er maar geen einde komt aan de bulltrend. Ja, hij is natuurlijk al jaren aan de gang. Ik denk dat we inmiddels wel de langste bulltrend ever meemaken. En wat ik al zei, de afgelopen week leek het erop alsof de beurs een beetje haperde. Maar vrijdag zagen we toch wel weer de bulls instappen. Het lijkt erop alsof de dip weer wordt gekocht. Dus nou ja, laten we weer eens gewoon gaan kijken naar wat de beurzen hebben gedaan. En dan beginnen we natuurlijk weer bij de SPY. Ja, dat is een beetje een traditie geworden. Nou, je ziet de SPY afgelopen, wanneer was het? Eind, ja, vrijdag vorige week. Ja, gapte de beurs nog wel een beetje omhoog, de S&P. Maar daarna zagen we een beetje twijfel. En ja, woensdag ging er iets vanaf van de koers. RSI was ook wel heel erg overbod. Maar ja, je ziet vrijdag 0,83% erbij. Dus dat zag er eigenlijk wel weer heel goed uit. De ETF van de Nasdaq, hetzelfde verhaal. Omlaag gegapt, woensdag mindere dag. Donderdag een beetje gelijkspel. En vrijdag 1,12% er maar liefst erbij. Nou, dan kijken we nog eventjes naar de Diamonds, de ETF van de Dow Jones. Die ziet er eigenlijk ook heel goed uit. Ja, je zou zeggen, die kleine correctie, het had nog wel wat meer mogen zijn. Maar goed, je ziet dat RSI is nu weer een beetje in het neutrale gebied gekomen. Vrijdag kwam er ruim 0,5% bij. Dus ja, als je het allemaal zo bekijkt, lijkt het er toch op alsof de bulltrend nog steeds intact is en sterker nog gewoon verder zal gaan. IWM, de ETF van de Russell 2000, nou, is hard gestegen. Je ziet het lijntje hier, dat is een geschreven call die ik heb als onderdeel van mijn Iron Condor. Die stond oorspronkelijk op 2,45, dus die heb ik uit voorzorg iets omhoog gerold. Hieronder staat de putkant. En ja, wat ik eigenlijk van plan was om die putkant ook omhoog te rollen. Om nog wat premie binnen te halen. Hè, ook ter financiering van die calls die ik omhoog heb gerold. Maar ja, door die lage volatiliteit zijn de premies toch wel erg laag. En ik wilde hem eigenlijk die puts naar 225 rollen. Maar dat leverde zo weinig premie op. Ik dacht, nou, het risico wat ik neem ten opzichte van de premie die ik daarvoor krijg, dat vind ik het eigenlijk niet waard. Dus nou, komende week loopt die af. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Maar goed, ik heb wel goede hoop erop. Misschien dat ik hem voortijdig sluit. In ieder geval, je ziet aan de indexen dat de bulltrend nog heel erg gaande is. En als we dan nog kijken naar de edelmetalen, nou, die doen het eigenlijk de laatste weken ook goed. Je ziet goud, die heeft er ook zo'n beetje, zo ruim 6% in 2 weken bij gekregen. SLV, ETF van de zilverprijs. Je ziet dat dalende MA50, dat was al een tijdje aan de gang, is toen een beetje zijwaarts gegaan. En ja, lijkt erop alsof die nu licht gaat stijgen. En je ziet, die koers die is daar inmiddels boven gekomen. Het MA20 heeft ook het MA50 gekruist. Dus ben al hele tijd bullish voor die edelmetalen. Maar eindelijk lijkt het erop alsof ons geduld toch wordt beloond. Dan even kijken op de weekgrafiek. Nou, je ziet, hier zit hij nog tegen dat MA50 aan te duwen. Maar ja, dat kan er zomaar weer doorheen breken. En als we kijken naar GLD, die is inmiddels boven dat MA50 nu gekomen. Dus ja, dat ziet er toch wel hoopvol uit, moet ik zeggen.
Dan kunnen we nog eventjes kijken ook naar DBA. Ook wel interessant. Ik heb hier zelf al een langlopende call optie in DBA. Hè. Dat is de Agriculture ETF. Dus de ETF van de landbouw. En als ik die op de week gefixt zet. Een tijdje geleden heb ik hier zo'n lijntje getrokken. Zo'n oplopende driehoek. Je zag zo rond dit niveau van 19,5. Had die koers weerstand. Heeft er meerdere malen geprobeerd doorheen te breken. En afgelopen week, hè, want het is de week grafiek, is dat gelukt. Ik zet hem nog eventjes op de dag grafiek. Wat zou er kunnen gebeuren? Het kan zijn dat hij nog even dit niveau gaat opzoeken. Dat dat een steunniveau gaat worden, wat eerst weerstand was. En vervolgens zijn weg omhoog gaat vinden. Of ja, misschien dat hij de komende week nog wel verder ineens omhoog gaat. Ja, je ziet hè, inflatie, alles wordt duurder. Ook die grondstoffen, ook die landbouwachtige stoffen, grondstoffen. Dus ja, DBA, daar verwacht ik ook wel het nodige van de komende tijd. Ja, en als we dan naar de hele trend, de grote trend willen kijken, dan is het altijd handig om ook wat bepaalde indicatoren erbij te pakken. Hier bijvoorbeeld het percentage aandelen dat boven zijn 200-daags gemiddelde noteert. Nou, je zag, die was al een hele tijd aan het dalen. Hè? Dus ik had toch wel mijn vraagtekens bij die onophoudelijke stijging van de indexen. Maar vanaf zo half oktober is dit lijntje toch wel gaan stijgen. Zit nu ook boven het MA50, dat nog wat dalend is, maar ja, je ziet zo ongeveer driekwart van alle USA-aandelen zit nu toch wel boven zijn 200-daags gemiddelde. En dan kunnen we ook nog eventjes kijken hoe dat is met het percentage aandelen dat boven zijn 50-daags gemiddelde noteert. En ja, je ziet, die lijn is ook behoorlijk gestegen vanaf oktober. En dit ziet er ook wel hoopgevend uit. En als we dan nog kijken naar de rente op de 10-jarige staatsobligaties. Ja, die beweegt zo'n beetje rond dat niveau waar het nu zit. 1,57%. Dat is nog steeds erg laag. Maar ja, het blijft toch wel een beetje stabiel. Maar ja, het zou natuurlijk heel goed kunnen dat die rente toch wel wat gaat stijgen. Want ja, obligatiebeleggers die willen natuurlijk gecompenseerd worden voor het risico dat ze lopen. Nou, wat is nu het risico? En dat is natuurlijk de stijgende inflatie. Je zag dat de meest recente cijfers in Amerika op 6,2% uitkwamen. Inflatie, nou ja, als jij als obligatiebelegger jouw kapitaal voor langere tijd wegzet in die obligaties, dan is dat natuurlijk geen best nieuws. Want ja, je kapitaal wordt minder en minder waard. Dus je wil daar wel voor gecompenseerd worden. Dus goed mogelijk dat die rente toch wel wat gaat stijgen. Nou, en dat zie je dus ook terug in die edelmetalen, goud en zilver. Want goud en zilver zijn van oudsher een goede hedge. Niet zozeer tegen de inflatie, maar tegen de reële inflatie. Als de inflatie hoger is dan wat je krijgt op je obligaties, ja, dan is het aantrekkelijk om ook een deel van je kapitaal in zilver of goud of andere edelmetalen te stoppen. Dus ja, ik denk wel dat we vanaf nu wat meer vuurwerk kunnen gaan zien in die edelmetalen. Wat had ik verder nog op mijn lijstje staan? Ik zat te denken, ja, de trend is dus nog steeds omhoog, hè, bullish. Dat kunnen we nu toch wel stellen. Kan natuurlijk gewoon elk moment omdraaien, maar ja, we hebben nu nog geen reden om aan te nemen dat dat nu heel snel zal gebeuren. Dus wat kan je doen als je nu nog in wil stappen? Hoe vind je kandidaten? Nou, een van die manieren waar ik naar heb zitten kijken is bijvoorbeeld de Bollinger Bands. Misschien heb ik ze al eens eerder laten zien, dat weet ik niet zeker. Maar Bollinger Bands die meten eigenlijk de volatiliteit van een aandeel of een index. En wat je hier ziet is eigenlijk, dat zijn de Bollinger Bands. Dat gearceerde gedeelte, dat zijn de Bollinger Bands met een 2 standaard deviatie. En dat buitenste, die 2 blauwe lijntjes, 3 standaard deviatie. Nou, je weet, aandelen bewegen altijd rondom een gemiddelde. In 68% van de gevallen ongeveer bewegen ze
rondom zo'n standaard deviatie. En twee standaard deviatie, dat gebeurt al in iets minder van de gevallen. Maar wat je wel ziet is dat aandelen de neiging hebben om weer terug te gaan naar hun gemiddelde. Nou, gemiddelde, dat is in dit geval 20-daags gemiddelde, dit lijntje. Dus ja, wat je in een bullish omgeving eigenlijk zou willen zien, hè, zoals we nu zitten in een bullish omgeving, zou je eigenlijk aandelen willen hebben waarvan de koers helemaal aan de onderkant van die Bollinger Band zit. En dan van die twee standaard deviatie bijvoorbeeld. Dus ik heb eens gekeken of er uit een van mijn watchlist wat aandelen naar voren kwamen. Nou, dat is bijvoorbeeld de ETF OIH, hè, van de olie, uit de oliesector. Je ziet zo'n koers die beweegt zo rondom dat 20-daags gemiddelde. Gaat er hier vrij ver vanaf. Raakt hier ook dat niveau van die twee standaard deviatie. En valt dan weer terug. Komt dan weer terug naar dat gemiddelde. Is nu weer op die rand van de twee standaard deviatie aangekomen. En ja, het is nu natuurlijk te vroeg om in te stappen. Maar waar je eigenlijk op zit te wachten is op een bullish signaal. Hè, dat beleggers dus weer de koers gaan oppikken. En dat die koers weer teruggaat naar dat gemiddelde. En dat zou dan een mooi instapmoment zijn. Ja, bijvoorbeeld voor een credit spread hieronder met puts. Maar bijvoorbeeld ook een debit spread met calls. Hè, dat je een call koopt en daarboven ter financiering van die call een call schrijft. Met bijvoorbeeld 30 dagen looptijd. Ander aandeel waar mijn oog op viel, Goldman Sachs. Let even niet weer op die staart hier. Dat is een beetje een eigenaardigheid van dit programma. Dat heeft allemaal te maken, denk ik, met koersen buiten de openingstijden van de beurs. Je ziet hier trouwens nog staan 3,50, 3,40 bull put. Dus dat zijn twee contracten die ik nu heb lopen. Maar je ziet, die koers die heeft hier die onderste rand geraakt van die twee standaard deviatie. En vrijdag is die eigenlijk omhoog gegapt. Er zit hier wat ruimte tussen de sluitingskoers van donderdag en de openingskoers van vrijdag. En dat is toch wel een bullish signaal. Dus je zou hier nog steeds bijvoorbeeld een bull put onder kunnen openen of een bull call spread. Wat ook zou kunnen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Hangt een beetje ook af natuurlijk van de volatiliteit van Goldman Sachs. Je zou misschien wel een directionele calendar kunnen doen. Maar in ieder geval, ik vind dit wel een interessante setup. Ander is de ETF van de biotechnologie. Je ziet, die koers die is helemaal buiten die twee standaard deviatie hier gekomen. Is toen ongeveer 7% gedaald. En je zag hier dat vrijdag weer de bulls instapten, precies op dit moment. Dus ja, garanties krijgen we natuurlijk niet, maar het zou heel goed kunnen zijn dat die koers weer hier naar richting de 160 of misschien wel naar die buitenste rand 104, 165 weer zal gaan. Dus wie weet, goed om in de gaten te houden. Dan hebben we nog een andere bank, JP Morgan, niet onbekend. Je ziet, die koers die gaat hier ook naar die buitenste rand weer van die deviatie. Hier gaat hij weer naar de onderste. En ja, hier ging nog wel de koers per saldo iets naar beneden. Maar toch wel eentje om ook een beetje in de gaten te houden. En ja, het zou kunnen dat deze ook weer die hogere regionen gaat opzoeken. En dan hebben we natuurlijk nog Disney. Disney had laatst zijn earnings, zijn kwartaalcijfers. Nou, je ziet, die werden nou niet echt juichend ontvangen door beleggers. Maar ja, het zou goed kunnen. 1,5% ging er nog wel vanaf vrijdag. En die zit nu helemaal in dat gebied van die drie standaard deviatie. Dat zie je dus hier. Bollinger Bands, 20-daags gemiddelde, drie standaard deviatie. Dus nu is het wachten op de komende week, misschien maandag, misschien dinsdag, dat de bulls instappen. Wie weet gaat die met een gap omhoog. En dat zou dan wel een interessant moment kunnen zijn om omhoog te kijken. Het is nu nog te vroeg. Dit zegt nu natuurlijk nog niks. Maar het is gewoon afwachten hoe beleggers hierop reageren. Nou, tot slot nog eventjes FXE. Dit is de prijs van de euro. En die is in dit geval uitgedrukt in dollars, dus 106,5 dollar. Nou, je zag
woensdag een hele negatieve dag. Beleggers die vluchten een beetje in de dollar om wat, wat zekerheid te zoeken. Donderdag gapte die ook nog wat omlaag. Vrijdag, ja, het was een onbesliste dag. Maar in ieder geval, het lijkt erop alsof het bloeden een beetje gestopt is. En ja, wie weet opent die koers misschien wel hier zo rond de 106,7. Het kan ook zijn dat hij nog wat verder naar beneden gaat. Maar het is hier weer wachten op een mooi bullish instapmoment. En nogmaals, het hoeft niet heel bullish te worden. Je kan dan in dat geval iets met een put credit spread doen. Hè? En dat, ja, dan ga je er eigenlijk vanuit. Dan hoeft die koers niet heel hard te stijgen. Zolang die maar niet heel hard verder gaat dalen. Nou, en dat kun je dus aardig in kaart brengen met die Bollinger Bands. Dus nou ja, ik hoop dat ik je weer op een ideetje heb gebracht. Bollinger Bands, heel interessant. Ik kijk er regelmatig naar. Het is niet dat ik daar nou mijn hele strategie op baseer. Maar ja, je moet altijd zorgen dat je een aantal strategieën eigenlijk in je gereedschapskistje hebt. Om ja, gewoon in te kunnen spelen. Heel opportunistisch eigenlijk te kijken naar wat, wat koersen doen. Dus nou, ik hoop dat ik je weer wat munitie heb weten te geven voor de komende week of komende weken. Duimpje omhoog, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Je kan je, zoals je weet, abonneren op mijn kanaal. Eventjes hieronder op de knop klikken en dan krijg je automatisch een seintje wanneer ik weer een videootje upload. Nou, voor de rest weer heel hartelijk dank voor je aandacht. Ik zal hieronder trouwens ook nog, dat doe ik altijd in de beschrijving, even een linkje opnemen naar het grafiekenprogramma wat ik gebruik. Echt een geweldig programma. Je kan er heel veel scans mee uitvoeren en andere zaken. En ja, die maken jou het leven als belegger of handelaar een stuk makkelijker, moet ik zeggen. Dus nou, veel succes de komende week. En ik hoop je volgende week zondag weer terug te zien op dit kanaal. Tot dan!